Ik denk als ze gaan fluiten en zo tegen, dan eigenlijk heb je dan iets gedaan blijkbaar. Wat hun niet leuk vinden, zeg maar. Maar dat geeft me juist eigenlijk extra kracht en power gewoon. Ja, mijn debuut gewoon. Tegen... Even snel kijken. Ik weet niet meer precies. Tegen Zwitserland, ja. Het is altijd mooi gewoon om ergens je debuut te maken. En ja, het was wel een mooie wedstrijd ook. We kwamen 2-0 achter en toen 2-2. Ik was blij dat we niet verloren hadden daar in ieder geval. Ja. Ja, dat ik naar Willem II zou gaan. Tenminste, Hugo Borst had dat gezegd, of niet gezegd. Hij zei gewoon van, ja, Willem II kan misschien hem huren of zo. En toen werd gewoon in de media geschreven van, ja, dat Willem II me wilde huren en zo. Terwijl, dat was niet waar. Eerlijk gezegd lees ik niet heel veel media of zo. Maar als het over jezelf gaat, dan ja, krijg je het sowieso wel te zien. Maar ik vind dat niet heel moeilijk of zo. Maar als het slechte woorden zijn, ja, dat is nooit leuk natuurlijk. Doet het iets met je als slecht naar je roep, ook bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd? Ja, tijdens een wedstrijd ja, vind ik het best wel fijn eigenlijk altijd. Als het van tegenstanders is, zeg maar. Mij geeft het gewoon extra kracht en power altijd. Ja, het is leuk, want je ziet iedereen, je ziet gewoon best wel veel vrienden en zo. En mensen die je niet altijd spreekt. Je vrienden die nu in het buitenland zitten, zeg maar, ja, die zie je niet elke dag. Je spreekt ze wel, maar je ziet ze niet, zeg maar. Dus ja, ik vind dat wel leuk. Gewoon respect hebben voor iedereen. Het zijn gewoon allemaal mensen en zo. Ze zijn allemaal gewoon hetzelfde, dus ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Mijn moeder bracht me altijd samen met mijn vader altijd. Mijn vader wel iets meer dan mijn moeder, maar ze brachten me allebei vaak gewoon naar Ajax. Ja, ik heb wel echt een goede band gewoon met ze. Maar mijn vader is er elke wedstrijd gewoon. Mijn moeder die vindt het te spannend. Dan ze zegt, dan moet ik de hele dag naar de wc. Dus ze zet het misschien aan en dan gaat ze gewoon schoonmaken, denk ik, of zoiets. Maar... Is ze wel één keer komen kijken of nooit? Ja, in de jeugd kwam ze gewoon vaak, maar nu in de stadions en zo, dan durft ze niet meer. Kiana Hoever en Brian Brobbey. We spelen al heel lang samen, en Ryan ook eigenlijk, Gravenberg. En ja, we spelen al vanaf de F1 bij Ajax samen, dus ja, daarom. Wouter Burger. Hij begint gewoon te schelden en zo en ja, hard schreeuwen. Gisteren nog op de training, ja, niet tegen mij, maar gewoon met partijtjes verloor hij en toen ja, werd hij weer boos. Wat zegt hij dan? Ja, ik denk dat ik dat niet over de camera mag zeggen. Wat ik denk dat het belangrijkste is, is gewoon echt vertrouwen in jezelf. Beter dan dat kan je eigenlijk niet hebben, dus denk ik echt wel het belangrijkste. Soms heb je gewoon wel mindere fases en zo en dan ga je misschien wel toch even twijfelen of dingen denken en zo, maar dat is echt iets wat je gewoon echt niet moet doen.